Een muntstuk dat je de hele namiddag zou mogen onderzoeken. Maar dat gaan we niet doen. Maar dat wil ik wel doen. Dat gaan we niet doen. Deze munt, kijk, dat is een speciale munt. Als ik deze munt in de lucht gooi, hap, komt ze achter jouw oor tevoorschijn. Wat? Munt uit oor. Ik denk dat dat bij veel mensen de eerste truc is waar ze mee in aanraking komen. Veel kinderen spreken mij daarover van... En hoe doet met... En die goochelaar haalde een munt uit mijn oor. De munt verdween en kwam achter mijn oor tevoorschijn. Dit is misschien wel een iets technischer truc. We hebben hiervoor twee bewegingen nodig. Een verdwijning en een verschijning van een munt. Je neemt een muntstuk, liefst zo groot mogelijk, dus 2 euro... En kijk naar de hand. De hand houdt de munt vast tussen wijsvinger en duim. De andere vingers zijn zo open mogelijk om zoveel mogelijk van de munt te laten zien. Dus niet de hand gesloten houden, maar heel open. Aan de vingertoppen. De andere hand komt schijnbaar de munt nemen, maar laat ze vallen in die hand. Deze hand wordt verondersteld leeg te zijn en valt dood neer naast het lichaam als je recht staat of op tafel als je neerzit. Deze hand heeft schijnbaar de munt en dus gaat alle aandacht daar naartoe. Momentje wachten en de hand leeg tonen. Dus dat is deel 1, de verdwijning van de munt. Nog eenmaal. Kijk zo goed mogelijk naar de hand. Handpalm naar onder. En dan nu de verschijning van de munt. Het hangt er een beetje van af of je links- of rechtshandig bent. Hè. Dus je kunt de voorgaande techniek met de ene of met de andere hand doen. En de munt in de hand wordt nu op de volgende manier in de duimpalmage gebracht, zoals dat heet. De munt bevindt zich aan de vingertoppen. Dit wordt gedaan met de hand naast het lichaam onder afleiding van, dus dat men daar niet op let. Hè. Als je met de hand naar daar gaat en afleidt, en ondertussen wordt aan de andere kant de munt in gereedheid gebracht. En wel als volgt. Munt in de hand, je duwt ze tussen wijsvinger en middelvinger, en schuift ze in de duimpalmage. Dat is een beetje oefening. Je klemt ze, maar je strekt je vingers. Dus geen gesloten vingers, je strekt je vingers. En het leuke is dat je niets kunt zien. Als ik mijn vingers zou sluiten, dan kun je de munt op ooghoogte langs geen kanten zien. De hand ziet er echt helemaal leeg uit. Dat is prachtig. En achter het oor van iemand ga je gewoon de 2 vingers terugbrengen en de munt zo uiteindelijk tevoorschijn halen. Meer is daar niet aan.